andere vrouw heeft haar bij de hand genomen om het te helpen. Nou, lief. Dag mevrouw, gaat het nog? Ja, gaat goed. Goed. Prima, met mijn steuntje heel goed. Ja, helpt ze u goed? Ja. Heeft u veel pijn of valt dat dan wel mee? Valt wel mee. Nou, zet hem op, hè. Laat die mevrouw heel even lopen. Ja, er wordt flink aangemoedigd, hoor ik. Ja, ik weet niet of jullie het konden verstaan wat ze zei. Een beetje. Ja, het valt wel mee met de pijn. Ja. En nou ja, ze voelt zich goed. Alleen ja, het is even zwaar. Ja. Ja, en hoe lang is het denk je nog lopen vanaf waar jij nu staat? Want je staat ongeveer bij Fortkijk in de Potstraat. Dus ja, dat... we lopen nu een stukje door. Anderhalve minuut misschien. Ik ga even de vrouw vragen. Nou, dat is het nog, hoor. Mevrouw, u zag deze vrouw lopen en dacht, die moet ik helpen. Wat zegt u? U zag deze mevrouw lopen en dacht, die moet ik helpen. Ja, inderdaad. Wat is er mooi om iemand de finish over te helpen? Ja, niets denk ik op dit moment. Nee, precies. Fantastisch. Doet ze het nog goed? Heel indrukwekkend. Ja, goed tempo. Ze kan alleen niet meer recht. Nee. Ja, nee, oké, okay, ja, het is nog heel even. Ik weet niet, ik vraag even in mijn oortje hoe lang we nog hebben. Het is nog 1 minuut exact. Ja, het is precies nog 1 minuut, dat moet lukken. Ja, we gaan het halen in 1 minuut. Zeker, 100%. Ja, gaan we doen. Succes, zet hem op. Ja, dankjewel. Gebeurt er achter die mevrouw nog iets, Nick? Nee, ik draai me even om, maar daar wordt eigenlijk de straat steeds smaller met mensen die naar elkaar toe gaan. Mm-hmm. Dus ik loop even met deze mevrouw mee. Ja. Om te kijken of zij het haalt. En mochten er ontwikkelingen zijn, dan draai ik me gelijk om. Mm-hmm. Maar ja, eigenlijk is het straat in straat meer. Het is gewoon een mensenmassa waar deze mevrouw doorheen moet. Och jee. Nog ze een halve minuut heeft ze. Ze loopt met 1 arm helemaal uitgestrekt, zeg maar, voor de mevrouw uit die haar helpt. Zodat ze zich vast kan klammen aan haar. Hoi. Want ze loopt heel erg scheef. De beveiliger zegt ook even van de weg af, want ja, geef deze mevrouw even de ruimte. Maar luister maar even mee naar het geklap. We gaan naar de laatste 10 seconden, Nick. Nou, ik denk dat ze de gong niet meer gaat halen. Maar ja, dat ze dat stukje coulance wat we op de eerste dag hebben gezien wel gaat halen. Dat is hem. Dat is hem. Ja. Ja. Nou, ik denk dat ze wel de bal doorlaat. Want ik zie nu ook de mensen van de beveiliging klappen naar haar. Ah. Dat lijkt het me dat ze wel... De vrouw, ze mag door. Nou, nee, die gaan ze afscannen. Ja. Dat durf ik wel te stellen. Ja, of er gaat nu iets mis in de communicatie, maar dat lijkt me niet. Ze wordt nog een keer door een andere vrouw geholpen. Die pakt haar nu vast. Ah. Dat is een wandelaar. Die komt uit de menigte gelopen. Die helpt daar mee. We lopen nu het plein op. En kijk eens, ze wordt helemaal aangemoedigd. Een beveiliger met een gebalde vuist die naar de wijs. Kom hier. Oh. Ik ga met haar meelopen. Ja. Ja. Doe. Dat is goed. En even kijken, ze is bij de scanapparaten. Hoor je het? Ja, ik hoor het! Ze is al gescand. Gefeliciteerd mevrouw. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Bent u blij? Heel blij. Gaat u morgen weer starten? Ja, want ik wil de 25 nog halen. Nou, dat gaat u lukken. Ik denk het wel. Ja, lekker uitrusten denk ik. En goed uitrusten en dan morgen lekker stappen. Doe ik. Heel veel succes. Dankjewel. En Nick, was dit ook echt de laatste? Of komen er nog mensen aan nu? Ja, dat weet ik niet. Ik loop heel even terug. Ik ben wel blij dat deze vrouw binnen is. Heel mooi onthaal. Mooi. En beveiligers die haar echt mee schreeuwden. Dat vond ik mooi. Of beveiligers. Ja, veiligheidswensen. Beveiligers klinkt zo streng. ik loop heel even terug. Om te kijken of er nog wat gebeurt. Maar geweldig dat die mensen daar ook zo, iedereen daar zo mee bezig is. Ja. Maar heb je ook het idee dat nu alles ingepakt werd? Want die mevrouw werd nog zo mooi afgescand. Maar daarna alles op de kist in en opgeborgen te morgen. Het was wel de enige die nog open was. Ja. En ja, hij deed hem niet gelijk zeg maar onder de toonbank. Maar ja, ik loop heel even terug. Want als ik gewoon niemand meer zie lopen, dan ga ik er maar vanuit dat het ook gewoon finito is. Ja, dat het de laatste maar dan hebben we toch vandaag, een. Ja, maar dan hebben we nu wel een redelijk fijne finish gehad. Hè? Nou. Ja. En precies zoals meneer Sakkers ook zei. Hè? Geen onvoorziene dingen, dus we kunnen gewoon op tijd de boel dichtgooien. Ja, je hebt helemaal gelijk inderdaad. Hij heeft het ook goed voorspeld. Dus dat is fijn dat ze dat voorspellende vermogen hebben. Ja. toch wel jammer eigenlijk. Klein smetje dat het gisteren natuurlijk een kwartier werd uitgesteld. Voor de wandelaars heel fijn. Nou, we hebben meegekregen, er was iemand te laat. Ik kijk nog even. Ik zie nog wel iemand lopen. O jee. Ik zie nog wel iemand lopen. Oh nee! Ja, dan weet ik hoe laat het al is, hè? Ja, is het een mevrouw, is het een meneer? Het is een meneer. Oh, je valt weg ook meteen. Oh, maakt het wel extra spannend. De live verbinding met Nick vanaf de wedren. Die is echt de laatste wandelaar nu. Even kijken. Ja, daar ben je weer. Ja. Je was weggevallen.
Oh, horen jullie mij weer? Ja, we horen jou hier. Oké, nou, ik loop hier naast een man, die wordt ondersteund. Neem ik wat vragen? Hoe is de beste man eraan toe? Zijn batterijtje is leeg. Hij loopt te langzaam. Ja. Hij had niet helemaal meer het vertrouwen dat hij ging halen. Maar ik heb nu het vertrouwen dat we net nog op tijd zijn om hem aan een nieuwe kaart te helpen. Ja, u rekent op een beetje coulance van de organisatie? Een paar minuutjes coulance hoop ik dat u dat aan hem wil geven. Oké, we gaan het meemaken. Succes nog. Ja, jullie hebben denk ik gehoord, hij rekent en hoopt op wat coulance. Nou ja, dat is de vraag of ze die ook gaan krijgen. Ik loop met deze mensen mee. Ik ben er heel erg een beetje bang voor. Ik ben er ook een beetje bang voor. Ik ook. Ik hoop dat ze de cursus omgaan met teleurstellingen hebben doorstaan. Wat zeg je? Dat we het even willen draaien, dat even met hun drieën. Ja, maar ik wil er ook bij lopen. Ik laat me niet wegsturen hier, ben jij gek? Ja, kom op hé. Kijk, de beste man die loopt er nu heen. En die loopt nu het plein op. Ik zag wel beveiliger met zijn handen kruisen. Oh. En dat is dus een negenbaar. Ja. Hij komt er nu op. En mensen kijken een beetje teleurgesteld de man aan van, gaan we dit nog halen? Oei. Kijken, hij moet dus al wat mensen door, ja, kleine aanmoediging nog. Maar iedereen kijkt een beetje verbaasd van, ja, dat die nog binnenkomt, zie iedereen een beetje denken. Dat er nog iemand binnenkomt. Ja. Ik heb even niet zo scherp hoe laat het nu is. Het is 4 minuten over 5. Het is wel veel hoor, even kijken. 4 minuten. Ja. Of ze het gaan halen. Even kijken. Je maakt het wel heel spannend, Nick, vandaag. You made it! Hij doet het niet, de scanner. Is hij afgescand? Hij is afgescand. Serieus? Ja. Wat fijn. Nou, die is ook nog binnen. Ik hoorde geen bliepje. Ik denk, oh jee. Nee, ik ook niet. En toen zei iemand, nee, hij doet het niet. Ja. En ja, hij doet het nu weer wel. En hij is afgescand. Nou, top. 1000% zeker. Ja, 100%, 1000000%. Hoeveel wil je? Wat een goed nieuws, hè? Die is binnen. Nou, wat hij fijn. Heeft het gehaald. Wat fijn. Jeetje, 4 minuten na tijd. Ik denk, nou, dat gaat echt niet meer gebeuren. Maar het is hem gewoon gegund. Ja. Fantastisch ik, voor kijk hem. Even of ik de meneer nog wat mag vragen. Hij wordt nu wel door de EHBO meegenomen, door het Rode Kruis. Nou, dan laten we hem maar even gewoon behandeld worden. Laat hem lekker bijkomen. Ja. Nick. Even kijken hoe hij zich voelt. Nee, hij voelt zich goed. De tas gaat af. Hij steekt een duim op. Oh, fijn. Dat ziet er prima uit. Hij is wel heel erg moe, zoals de man die hem hielp ook zei. De batterij is op. Maar goed, hij heeft het wel gehaald. Dus dat is voor hem een heel mooi pluspunt. Goed om te horen. Nou, het was weer een spannend einde hoor, ja, zo van deze spannend. Vierdaagse. Toch weer wel, hè? Ja. Toch weer wel. Ik wilde nog zeggen, het was niet zo spannend vandaag. En dan zul je altijd zien. Nou, en gelukkig heeft die meneer gewoon zijn startbewijs vanmorgen in de pocket. Want dat is natuurlijk de dag waar iedereen het voor doet. Ja, natuurlijk. Die laatste dag. Ja, ik hoorde toch wel van mensen dat ze wel hadden... Wilt u er langs, meneer? Oh, nee? Oké, nou prima. Ik hoorde nog van een paar mensen dat ze het op zich wel jammer vonden, maar goed. Ik denk toch wel dat het beter is voor de wandelaars om even toch die wandelaars tegen zichzelf in bescherming te nemen. Want natuurlijk willen die wandelaars gewoon de 50, de 40, de 30, weet ik veel hoeveel. Die aantal willen ze lopen. Maar ja, je moet toch op een gegeven moment ook zeggen, dit kan niet omdat het zo warm wordt. Ja. En als de weervoorspellingen volgens de experts van de organisatie zeggen het wordt te warm, ja, dan moet je ook dit durven doen. Ja, ik stond in Bergendal vandaag en er waren ook echt wel mensen, daar hebben ze de Zevenheuvelenweg net gehad, hè, in de brandende zon, die echt zeiden, het is wel heel pittig. Want er zijn ook niet overal meer waterpunten. Dus mensen hebben het ook gewoon heet en kunnen niet water drinken of iets nat maken. Dus ik denk dat het een wijs besluit is. Ja, het is ook hier nog steeds best wel warm. De zon is wel even achter de wolken verdwenen, dus dat scheelt heel veel. Maar toen wij het gesprek begonnen, dat zeker. Maar toen ik er net in kwam, stond de zon vol te schijnen. Ja, dan is het wel echt heel warm. Ja. Dus, maar goed, mensen hebben het gehaald. Heel mooi. En ik heb hier dus geen mensen niet afgescand zien worden. Dus dat is een goed einde van de derde dag. En nu komt het volgende spannende moment, Daphne. Wat dan? Kan en redt Nick het om zijn koude biertje te gaan halen? Ik twijfel erover. Hou ons op de hoogte. Ja, er liggen er ook 4 thuis. Dus ik ga even kijken wat ik ga doen. Hey Nick, bedankt. Yes, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. En dan gaan wij naar het uitgestelde nieuws van 5 uur. RN7.